Ja, ik ben heel erg tevreden over het coalitieakkoord. Er wordt een heleboel in geïnvesteerd in de stad. En we hebben eigenlijk heel veel ambities. Dus ja, ik ben heel erg tevreden over het akkoord. Wie wordt namens D66 de nieuwe wethouder in het college? Dat wordt Monique van Zanen, mijn fractiegenoot van de afgelopen 4 jaar. Als D66 krijgt u duurzaamheid in de portefeuille. Ja. Is dat een vanzelfsprekende zaak geweest? Nou, ik weet niet of dat per se vanzelfsprekend was. Maar wij wilden dat natuurlijk wel graag. Omdat het een portefeuille is die heel erg goed bij ons past. Maar ja, we hebben gewoon goed besproken wie welke portefeuille ging doen. En toen kwamen we hierop uit. Waar moet volgens u in D66 de prioriteit liggen de komende 4 jaar? Nou ja, de prioriteit moet liggen bij de uitvoering van dit akkoord. En het heet bouwen aan kansen voor iedereen. Dus iedereen moet mee kunnen doen. En we moeten ook zorgen dat iedereen gewoon een goede woning heeft. En dat iedereen een woning kan vinden. Dus dat zijn de prioriteiten voor de komende 4 jaar. U zegt iedereen moet meedoen. Dat geldt ook voor de raad die nadrukkelijk bij de plannen en de uitvoering van de plannen wordt betrokken. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, nou ja, we hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. En daarmee krijgt ook de raad meer ruimte om aan die plannen te werken. En dan is het niet alleen een kwestie van deze 4 partijen, maar dus ook die andere 11... Die kunnen ook hun eigen ideeën inbrengen. En daar zijn we met dit akkoord eigenlijk al aan begonnen. Want we hebben alle partijen de kans gegeven om te reageren op het conceptakkoord, om nog plannen in te brengen. De afgelopen jaren zijn er bezuinigingen geweest in de culturele sector. Almelo heeft ook de zogenaamde culturele coronagelden ontvangen. Die liggen nog steeds op de plank, heb ik begrepen. Worden die bezuinigingen de komende 4 jaar gerepareerd of gecompenseerd? We hebben voor volgend jaar een fonds van 1 miljoen euro voor sport en kunst en cultuur. Dus we gaan zeker weer met cultuur aan de slag. En verder was er natuurlijk eerder dit jaar al een actualisatie van de cultuurvisie. En daar is ook al 500.000 geïnvesteerd in cultuur. Dus er wordt van alles aan cultuur gedaan deze periode. Vindt u die investering van 1 miljoen voor 2023, heb ik begrepen, voldoende? Voor volgend jaar vind ik die zeker voldoende. Een ander punt is de overbelasting van het energienet. Dat moet u als rechtgeaarde D66er zorgen baren. Ja, zeker. Dat baart ons zorgen, want we moeten bezig met die energietransitie. En daar hebben we natuurlijk dat elektriciteitsnet voor nodig. Dus ja, die netcongestie moet worden opgelost. Maar dat is echt iets wat de landelijke overheid in samenwerking met die netbeheerders moet gaan doen. En de burgers worden nog meer bij het thema duurzaamheid betrokken dan tot nu toe het geval is geweest? Dat is uiteraard ook de bedoeling, want iedereen moet ook daar die kans krijgen. Dus iedereen moet de kans krijgen om zijn huis te verduurzamen, om te isoleren, om daar zonnepanelen op te leggen. Want we hebben nu natuurlijk te maken met energiearmoede, omdat die gasprijzen zo hoog zijn. En ja, als je dan ook je huis niet kunt isoleren, dan blijf je met die hele hoge energierekening zitten. Over energierekening gesproken, worden de gezinnen in Almelo die dat nodig hebben ook gecompenseerd voor hun energie? Nou, we hebben die landelijke regeling en die moet lokaal uitgevoerd worden. Dus ja, dat gebeurt op dit moment. Tot slot, hoe ziet u de komende 4 jaar voor uzelf, voor D66 en voor de gemeente Almelo? We gaan natuurlijk gewoon in de raad keihard aan de slag voor de hele gemeente. Met de uitvoering van dit coalitieakkoord bouwen aan kansen voor iedereen. Dus dat is ook onze ambitie voor Almelo. Is het zo eenvoudig? Het is hartstikke eenvoudig, meneer Kooi. Dank u wel. Goed, dank u wel.